De Anton de Kom Universiteit van Suriname, ADECUS, heeft voor dit collegejaar 2023-2024 minder inschrijvingen gehad in vergelijking met het vorige collegejaar. Dit jaar hebben 987 studenten zich ingeschreven. Deze informatie presenteerde Shanti Venetiaan, voorzitter van het ADECUS bestuur, gisteravond tijdens de 55ste Dies Natalis in het Centrumkerk. Venetiaan zei bij de presentatie van het jaarverslag van het academisch jaar 2022-2023 dat het instituut nog onderzoek moet doen om vast te stellen waaraan het ligt dat minder studenten zich dit jaar hebben ingeschreven. Het is een beetje minder dan vorig jaar. We moeten nog onderzoeken of dat ligt aan de economische situatie van het land. Of misschien ook gewoon aan het feit dat er minder jongeren zijn geslaagd afgelopen jaar. Of dat er ook gewoon minder jonge mensen zijn van die leeftijdsgroep. In het afgelopen collegejaar heeft de ADECUS 372 academici afgeleverd. Het gaat om 223 bachelor afgestudeerden en 149 master afgestudeerden. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ziet graag dat in de komende 55 jaar de ADECUS de wereld ingaat als een van de betere ondernemende universiteiten in de wereld. Hij voegde hieraan toe dat het hoger onderwijs de enige motor is voor daadwerkelijke maatschappelijke verandering en ontwikkeling. Ons hoger onderwijs is in dienst van de eigen maatschappij en hoort ook in dienst te zijn van de eigen maatschappij. Ik bedoel hiermee dat onderwijs, wetenschapsontwikkeling en cultuur ontwikkelingspijlers zijn voor de ontwikkeling van mensenrechten, democratie, duurzame ontwikkeling en vrede in de zeer moeilijk bewegende wereld van vandaag. Ory zegt dat de universiteit moet innoveren en moet blijven groeien. Hij ziet graag dat de ADECUS een provider wordt van diensten en producten en dat het zich ontwikkelt als een merk. De bewindsman zegt dat ondanks de harde realiteit van vele bedreigingen er toch veel ruimte is om kansen te creëren. Je moet wel visionair ingesteld zijn en geen slaaf zijn van de traditie. Dat zien we veel te veel in ons land. Bij ons is dat besef onvoldoende doordrongen. Terwijl kennisontwikkeling in vele landen gezien wordt als een strategische productiesector. De Universiteit van Suriname is bij uitstek de plaats waar kennis wordt ontwikkeld, opgedaan en verspreid. Het is triest dat ik hier vandaag moet bekennen dat onze universiteit nog onvoldoende berekend is op de uitvoering van deze opdrachten. Ik noem een paar bedreigingen en met deze opdracht wil ik ook zeggen dat ze dus op zich niet een volledige opsomming zijn, maar we hebben nu een aantal bedreigingen die te maken hebben met bijvoorbeeld de huidige gebouwen, de staat van onze campus. We missen ook het kloppend hart rond die campus. Ik vind 's avonds dat die erg verlaten is, ondanks toch heel veel opleidingen in de avonduren plaatsvinden. Ondersteuning van diensten moet beter en dienstverlening en faciliteiten. Volgens Ory moet de universiteit zich gaan profileren op het spel van een aantal wetenschappelijke zwarte punten waar ze kan aangeven dat ze daarin sterk is. Ook moet veel meer gehaald worden uit de samenwerkingsverbanden met universiteiten uit andere landen. Daarnaast moet de infrastructuur op onderzoek op peil worden gebracht. Inclusief de toegankelijkheid hiervan. Het gaat hier om ook de verhoging van de tweede en de derde stroom gelden en we moeten ook antwoord vinden op de lokale concurrentie en ook met name de regionale en de internationale concurrentie. En we moeten ook anders gaan kijken naar de wetenschappelijke waardering in deze samenleving. Het is goed dat de universiteit meer naar die samenleving zich moet profileren. Ik denk dat we ook iets moeten creëren als zo'n ADECUS TV. Surinamers houden van televisie kijken. Het zou niet gek zijn als de universiteit veel meer van zich laat zien. Na de toespraak van de minister heeft de voorzitter van het universiteitsbestuur, Shanti Finchan, de diasrede gevoerd met als titel Wij zijn de Universiteit van Suriname. Tijdens de Dies Natalis zijn de beste afgestudeerden per studierichting van het afgelopen jaar ook in de bloemetjes gezet.